Ik ben Sandy Anuzzi. Ik ben gepassioneerd door alles wat te maken heeft met voeding. Ik geef hier het vak huishoudkunde op Campus Botaniek. Sociaal en technische wetenschappen, dat is eigenlijk een brede vorming op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. Bijvoorbeeld in de lessen opvoedkunde leer je over de gedragingen van de mens. Je bestudeert die en je gaat nadien ook de onderliggende behoeften van die gedragingen bekijken. Je leert sociale activiteiten organiseren en dat is voor verschillende doelgroepen of verschillende contexten. In het vak voeding leer je dan weer hoe dat je de voedingsmiddelen gaat verwerken en bewaren op de correcte manier. En dan hebben we nog het vak wetenschappen. Bij wetenschappen ga je proberen van niet enkel abstract en theoretisch alles te bekijken, maar je gaat voornamelijk vanuit concrete situaties proberen van alles te ontdekken als leerling. En we proberen daar ook de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze leerlingen toch wel wat te stimuleren en daar een wetenschappelijke uitleg aan te geven. Aan het einde van de STW-opleiding kunnen onze leerlingen verschillende opleidingen verder gaan studeren. Dat kan gaan van leerkrachten tot de medische sector, dan denk ik aan verpleegkunde, maar ook logopedisten, ergotherapie. Deze school is uniek omdat toch wel heel veel van de leerlingen die hier op school aanwezig zijn, zich goed voelen. Het is een hele sociale school en een hele warme school, dus dat is wel heel fijn.